Dit is deel 2 in de serie over cosmologie. En in deel 2 gaan we kijken naar de Big Bang-theorie en naar het einde van ons heelal. In deel 1 zijn we geëindigd met Edwin Hubble en zijn ontdekking dat het dichtstbijzijnde sterrenstelsel, het Andromeda-sterrenstelsel, al op afstand van 2 miljoen lichtjaar staat. Dus Hubble liet zien dat het heelal enorm groot is. Maar dat is niet in tegenspraak met wat Newton. Uh, al heeft gezegd, na namelijk dat het heelal oneindig groot is en oneindig oud. Hubble deed echter nog een ontdekking die wel duidelijk inging tegen de theorie van Hub uh, Newton, en dat is de volgende ontdekking. Hij heeft metingen gedaan aan meerdere sterrenstelsels en hij kwam er eigenlijk achter dat vrijwel alle sterrenstelsels die hij bekeek van ons afbewogen. Nu gaan we eerst eens even kijken, ja, maar hoe kun je dat dan zien? Hoe kun je zien dat een ster of een sterrenstelsel van je af beweegt of naar je toe uh, beweegt? En dat kunnen we doen met, het, uh, met gebruik van het Doppler-effect. En het Doppler-effect kent iedereen, uh, want dat heb je ook bij geluidsgolven. En het Doppler-effect is uh, dat een auto een hoger geluid maakt als hij je op je afkomt en een lager geluid als hij van je afrijdt. En wat geldt voor geluidsgolven, geldt ook voor lichtgolven. Dus het plaatje wat je hier ziet zou kunnen gelden voor geluidsgolven en voor lichtgolven. In de bovenste situatie uh, gaat het object naar je toe. Je staat dus aan de rechterkant. Daardoor worden de golven eigenlijk als het ware een beetje in elkaar gedrukt en wordt de frequentie verhoogd. Nou, bij een geluidsgolf leidt dat tot een hoger geluid en bij een lichtgolf leidt dat tot een wat blauwer licht. En dit noem je dan ook een blauwverschuiving. Beweegt het voorwerp van je af, zoals je in het onderste plaatje ziet, dan worden de golven juist uitgerekt en krijg je een lagere frequentie. En wanneer we te maken hebben met licht, dan hebben we te maken met een roodverschuiving. Dus dan zal het voorwerp net iets roder worden dan dat het normaal zou zijn. Een ander plaatje waarin je dit zichtbaar ziet is dit. Dus op het moment dat een sterrenstelsel op de aarde afkomt, zal het wat blauwer zijn dan je verwacht. En op het moment dat hij van de aarde af beweegt. dan zal hij wat roder zijn. Nou, Hubble deed dat onderzoek. en hij kwam erachter dat. vrijwel alle sterrenstelsels wat roder waren. dan uh, dat ze zouden moeten zijn. Dus dat ze van ons af bewegen. En hij vindt niet alleen dat. hij vindt ook nog dat er een verband is. tussen de snelheid. waarmee het sterrenstelsel. van ons af beweegt. en de afstand. Tussen ons en dat sterrenstelsel. Daar zit een lineair verband in. En dat lineaire verband, dat is de wet van Hubble gaan heten. En uh, daar zit een constante in, dat is de hoofdletter H, dat is de constante van Hubble. En die is gelijk aan 25 km per seconde per miljoen lichtjaar. Dus met deze wet van Hubble kun je ook van heel ver weg gelegen sterrenstelsels vrij snel. Um, een idee krijgen hoe ver ze van ons af liggen. Je hoeft eigenlijk alleen maar de snelheid te meten waarmee die van ons af beweegt. Dus de grootte van de roodverschuiving. Maar er uh, ligt nog een veel belangrijkere idee onder. Want als alle sterrenstelsels van ons af bewegen, dan is er eigenlijk maar één logische verklaring. Uh, dan moet het heelal in zijn geheel groter worden. Het heelal expandeert. Net zoals uh, een ballon expandeert als je hem opblaast, wordt ook het heelal als het ware opgeblazen. En daardoor lijkt alles verder van elkaar af te komen. Toen uh, Hubble dit had ontdekt, was er al snel een, uh, een andere wetenschapper, uh, dat is meneer Lemaitre, dat was een Belg, die in 1927 zei: Hé, maar wacht eens eventjes, als het heelal als het ware opgeblazen wordt in de loop van de tijd. Dan zou je de tijd ook terug kunnen laten draaien. En dan wordt het heelal dus steeds kleiner. En wanneer de tijd ver genoeg terugdraait. dan zal het heelal verdwijnen in één punt. Uh, dan zal het de grootte hebben van een atoom. En die lemaitre die stelde dus eigenlijk voor. dat er uh, als het ware ergens. een begin van de tijd moet zijn. waar het heelal uh, is uh, ontstaan. En dat is later de oerknal gaan heten. Nou, lemaitre die. Um, Stelde de hypothese. Later is daar natuurlijk heel erg op doorgegaan. Onder andere door meneer Gamov, de Russische astronoom. En um, uiteindelijk is daar een theorie uitgekomen voor het ontstaan van het heelal. Voor de oerknal. En die theorie ziet er als volgt uit: Ooit moet het heelal geconcentreerd zijn geweest in één klein punt. Toen is daar op een gegeven moment uh, een Big Bang. Ontstaan, een oerknal waardoor het punt is gaan expanderen. En het heelal is ontstaan vanuit dat ene kleine punt. Met deze theorie kun je een aantal dingen mooi verklaren. Je kunt bijvoorbeeld verklaren waarom Hubble uh, heeft gemeten dat alle uh, sterrenstelsels van elkaar afbewegen. En ook van ons afbewegen, want het heelal expandeert. En dat klopt dus met die Big Bang-theorie. Maar je kunt ook uh, de paradox van Olbers verklaren. Want als het heelal niet oneindig oud is en er niet oneindig veel sterren zijn, dan is het dus heel goed mogelijk dat je naar een richting kijkt waar je geen ster ziet. Um, al is het maar omdat het licht van heel ver weg gelegen sterren uh, nog onderweg is naar jouw oog. Gamov deed ook een voorspelling. Gamoff zei, ja maar dat is wel leuk en aardig, maar als er dus ooit een, een oerknal is geweest, dan moet daar nog de echo als het ware, moet daar nog van zichtbaar zijn. En Gamoff voorspelde na, na het doen van wat berekeningen, dat er nog straling aanwezig zou moeten zijn uh, van de oerknal. En dat die straling uh, horen bij een temperatuur, een hele, een hele koude temperatuur van slechts 3 Kelvin. Nu is het natuurlijk heel moeilijk om zo'n oerknaltheorie um, om daarvan uh, aan te tonen dat hij ook echt inderdaad uh, heeft opgetreden. Want ja, je kunt het experiment maar één keer doen, en het experiment is al uitgevoerd uh, zo'n 15 miljard jaar geleden. En hoe ga je dan nou controleren of dat ook echt is gegaan? Nou, dat is heel moeilijk. Maar uh, één ding is er wel gebeurd sinds uh, Gamow met zijn theorie kwam. En dat is het volgende. Dat is een uh, meting van die drie Kelvin achtergrondstraling. Dus van die echo van de allereerste, uh, het heelal. Is, dat is ge, gebeurd in 1965. En het zijn twee wetenschappers die eigenlijk niets te maken hadden met sterrenkunde. Penzias en Wilson. Zij deden eigenlijk onderzoek naar radiogolven, gewoon op aarde. Met uh, de telescoop die erachter zit, eigenlijk is het een radioontvanger. En ze kwamen erachter dat ze te maken hadden met ruis. Ruis dat heel erg lijkt op een ruis van een oude televisie. En uh, wat ze ook deden, ze kwamen niet van die ruis af. Het, lag, het zat niet in het systeem, het zat niet in hun opstelling. Het was geen vervuiling, het was geen uh, kapot onderdeeltje. Uiteindelijk hadden ze maar één conclusie: het kwam ook niet van de aarde. Die ruis die kwam uit het heelal. En ze gingen de, de golflengte meten van die ruis. En dat bleek overeen te komen met de temperatuur van 3 Kelvin. Dus per ongeluk hebben Penzias en Wilson de, de straling die door Gamow was voorspeld ook daadwerkelijk gemeten. Nog een aardig weetje: die ruis van de televisie. Daar zit dus ook die 3 Kelvin uh, achtergrondstraling in. Daar is zo'n ouderwetse televisie ook gevoelig voor. Ongeveer 1% van de ruis die je ziet op zo'n ouderwetse televisie. komt vanuit het heelal. En is dus oorspronkelijk ontstaan net na de Oerknal. Dit is zo'n plaatje van uh, 3 Kelvin achtergrondstraling. Dit plaatje is trouwens veel moderner dan uh, Pengels en Wilsons hun onderzoek. En uh, als je het plaatje ziet, dan denk je dat het heelal uh, één grote. Uh, brei is, maar uh, dat is schijn, want ze hebben hier heel erg de verschillen heel erg vergroot. Die achtergrondstraling die is heel erg uniform en die komt vanuit uh, alle hoeken van het heelal met ongeveer dezelfde intensiteit. Dus eigenlijk is die straling heel netjes verdeeld over het hele heelal. Nou, hoe ziet die uh, Big Bang uh, er dan uit? Hoe ziet de theorie ervan uit? Nou, men denkt dat er uh, op een bepaald tijdstip, ongeveer 13,82 miljard jaar geleden, de Big Bang begon en vanuit niets het heelal ontstond. En dan zie je dat dat in fractie van een fractie van een seconde dat er van alles gebeurt. Dat er na 380.000 jaar dat die achtergrondstraling gemaakt werd, omdat er toen voor het eerst deeltjes. Protonen en neutronen in het heelal uh, kwamen, en dat sindsdien het heelal steeds groter is geworden, steeds verder is gaan afkoelen dat er steeds meer materie is ontstaan en is gaan samenklonteren tot uh, um, sterrenstelsels, tot zonnen en tot planeten. Dit is de theorie zoals uh, uh, die er nu uitziet, uh, waar het de oerknal de Big Bang betreft. Interessante vraag is natuurlijk ook, ja, maar hoe ziet dit? Is het begin van het heelal, maar hoe ziet het heelal dan aan het einde uit? Waar gaan wij met z'n allen naartoe? En dan blijkt het vooral een geval te zijn van: leven wij in een open heelal? Dus een heelal dat steeds groter wordt en groter en groter en groter. Of leven wij in een gesloten heelal? Zal het heelal op een gegeven moment zijn grootste waarde bereiken en krimpt het dan weer? En in het plaatje hier rechts is dat uh, verbeeld. De boze situatie is die van een open heelal, en de onderste situatie is van een gesloten heelal. En in de animatie ziet dat er dan als volgt uit. Een uh, gesloten heelal noemen ze ook wel een big crunch. Dus uh, het heelal expandeert nu als een, uh, een, een rotje dat is ontploft. Alle deeltjes die bewegen uh, van elkaar af. Maar als de zwaartekracht sterk genoeg is, dan, op een gegeven moment dan stopt die beweging. En wordt alle materie weer teruggezogen naar één punt. En dan krijg je dus uh, dat het heelal begint met een uh, Big Bang en eindigt met een Big Crunch. Als die zwaartekracht niet groot genoeg is, dan krijgen we iets wat dan de Big Rip heet. Dan zullen de deeltjes steeds verder en verder uh, uit elkaar vliegen en het heelal wordt dan uh, onmetelijk groot. En de deeltjes komen ook onmetelijk ver van elkaar uh, af te zitten. Uiteindelijk eindig je dus met een zo goed als leeg heelal. Wat blijkt nou het geval te zijn? Welke van die drie situaties er optreedt, hangt af van de, de kritische dichtheid, van de dichtheid die het heelal gemiddeld moet hebben. En dat blijkt ongeveer 6 waterstofatomen per kubieke meter te bedragen. Dit moment, als je alle materie die je kunt meten gaat optellen, komen we tot ongeveer 10% van die hoeveelheid. Uh, dat zou dus betekenen dat wij in een uh, gesloten heelal uh, uh, leven, uh, sorry, in een open heelal leven, dat de zwaartekracht niet groot genoeg is en uh, dat we uiteindelijk eindigen in een uh, leeg en supergroot heelal. Maar we hebben nog een interessant gegeven, namelijk dat wij niet alle materie kunnen zien. Er bestaat ook zoiets als donkere materie. En op dit moment is het nog onbekend hoeveel procent van uh, alle materie in het heelal bestaat uit donkere materie. Dus heel veel uh, onderzoek op dit moment uh, binnen de kosmologie richt zich op die donkere materie en op het meten van hoeveel donkere materie er in het heelal zit. Ja, waar moet je dan aan denken bij donkere materie? Nou, heel simpel kun je bijvoorbeeld denken aan dwergsterren, de sterren die uh, vroeger fel branden, maar intussen uh, zo goed als uh, niet meer branden. Dus ze geven geen licht meer, ze hebben wel massa, maar je kunt ze heel moeilijk meten. En dat geldt natuurlijk ook voor planeten. Planeten geven uit zichzelf sowieso geen, uh, geen licht. Maar het blijkt wel zo te zijn dat er veel meer planeten zijn dan dat men uh, eerst dacht. Er zijn heel veel exo exoplaneten. En uh, de vraag is hoeveel planeten er in totaal zijn in het heelal. Dan hebben we natuurlijk ook zwarte gaten, die uh, per definitie ook niet zichtbaar zijn. Maar ze zijn wel te meten. En het plaatje rechts geeft een heel recent plaatje van, het, uh, van een zwart gat, het eerste, de eerste echte foto van een zwart gat. Nu zijn er onnoemelijk veel zwarte gaten in het heelal, de vraag is alleen hoeveel massa uh, heb je dan te pakken als je al die zwarte gaten bij elkaar optelt. Dan hebben we ook nog te maken met uh, stof tussen de sterren en stof tussen de sterrenstelsels, zogenaamd stof. Ja, die zijn ook per definitie, die stofwolken zijn moeilijk te meten. En dus ook een moeilijke schatting te maken hoeveel massa erin verstopt zit. En eh, tot slot heb je ook nog te maken met exotische deeltjes. Dus eh, deeltjes die je niet op aarde standaard aantreft. En daarbij eh, richt de wetenschap zich vooral op neutrino's. Neutrino's zijn deeltjes die heel weinig interactie vertonen met eh, andere deeltjes. Maar er zijn er wel heel veel van in het heelal. En eh, mocht het nu zo zijn dat een neutrino een massa heeft... Al is het maar een minimaal kleine massa, omdat er zoveel neutrinos in het heelal zijn, zijn al die neutrinos die staan dan uh, voor een flinke toename in de massa van het heelal. Uh, interessant is natuurlijk hoe meet je zo'n neutrino, want als je als ze amper interactie aangaan met materie, dan moet je dus heel veel moeite doen om uh, die neutrinos uh, te meten. Je ziet hier een foto van een uh, zogenaamde, ja eigenlijk gewoon een vat waarin ze proberen neutrinos te meten. Uh, dit vat uh, is binnen in een uh, Italiaanse berg om uh, zoveel mogelijk ruis van buiten tegen te houden. En uh, het is heel moeilijk om uh, neutrino's te meten. Uh, soms gebeurt het, maar dat gaat nog jaren duren voordat ze hier een goede uitspraak over kunnen doen. Uh, dit is een uh, onderdeeltje van een andere meetopstelling die ze nu aan het bouwen zijn. Uh, ongeveer 5000 van dit soort ballen worden in de Middellandse Zee uh, afgezonken. En deze ballen zijn uh, ook gevoelig voor uh, de effecten van neutrino's. En ze proberen nu dus in het Middellandse Zee uh, binnen 1 kubieke kilometer water uh, te kijken of ze daar ook neutrino's kunnen meten neutrino's uh, die uit het uh, heelal komen.